Welkom bij Bakker Transport & Warehousing. Mijn naam is Arjen Hoekstra, werkzaam in ons managementteam. Ik ben verheugd dat we ons prachtige familiebedrijf aan jou mogen voorstellen. Allereerst gaan we naar onze afdeling administratie, waar verschillende collega's werkzaam zijn die jou graag verder helpen over allerlei vragen van personeelszaken, bijvoorbeeld jouw contract. Hallo, ik ben Jenny Postumus en ik ben hier verantwoordelijk voor de financiële administratie. We zorgen er hier wekelijks voor dat de facturen de deur uitgaan, samen met mijn collega Miranda Bakker. En we zorgen ervoor dat alle facturen ingeboekt worden, want de inkomsten en uitgaven is toch wel een belangrijk onderdeel van deze afdeling. Ik zorg er ook voor de personeelsadministratie, de contracten, dat die klaar liggen op het moment dat er een nieuwe collega komt. Ik doe de loonadministratie en ik ben ook vertrouwenspersoon binnen de firma Bakker. En je kunt mij ook tegenkomen bij gesprekken die je voert met je leidinggevende. Ik sluit wel eens aan bij persoonlijke gesprekken en ook wel bij functioneringsgesprekken. Voor onze opdrachtgevers versturen we en ontvangen we allerlei producten hier in ons warehouse. Uiteraard is coördinatie hiervan een heel belangrijk onderdeel. Wekelijks ontvangen we hier of vertrekken vanuit hier wel meer dan 500 voertuigen. Een van onze logistiek coördinatoren vertelt jullie hier wat meer over. Ik ben Björn, ik ben logistiek coördinator bij Bakker Transport Warehousing. Ik ben verantwoordelijk voor de in- en uitslag van de warehousing, dus de pallets die binnenkomen en de pallets die weggaan. Ik ben ook verantwoordelijk voor de planning van de warehouse. Containers, vrachtwagens die komen laden, alles plannen we in. Tevens ben ik zelf ook nog key user. Als iemand vragen heeft over ons WMS, dan kunnen ze bij mij terecht. En dan help ik ze met alle problemen die er omtrent het WMS zijn. Alle opdrachten goed coördineren is van groot belang. Maar het belangrijkste is nog dat al onze opdrachten ook goed worden uitgevoerd door onze logistiek medewerkers. Een van onze teamleiders gaat jullie hier wat meer over vertellen. Ik ben Tjerk Anders Hoekstra en ben teamleider binnen Bakker Transport & Warehousing. Wij zorgen er met ons team voor dat alle orders op de juiste manier verwerkt worden. Dan moet je denken aan in- en uitgangscontrole. We zijn als een soort ogen voor de klant natuurlijk. Je houdt alles in de gaten. Denk erbij aan temperatuurlogging, aantal collie op een pallet. Tevens houden we ons bezig met laden en lossen van auto's. Orderverzameling, voorraadbeheer. Je moet zorgen dat alles goed in je voorraadsysteem staat. Dat doen we door scanning, pallets in- en uitscannen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de goederen op de juiste en tijdige manier bij de klant arriveren. Zoals jullie allemaal in de gaten hebben, is onze afdeling warehouse heel divers en gebeurt er heel veel hier tussen de muren. Het belangrijke is dat alles klopt. Van lading tot documentatie, zeg maar. Als we het daar nu toch over hebben, wil ik jullie graag nu voorstellen aan onze afdeling planning. Mijn naam is Jacob Boersma. Ik werk inmiddels 5 jaar binnen Bakker en ik ben een planner. De afdeling planning is verantwoordelijk voor het zorgen dat eigenlijk alle wensen van klanten, personeel, materieel, directie en andere afdelingen binnen de organisatie uitgevoerd kunnen worden. En daarnaast is het ook belangrijk voor de planning dat alles ook tijdig wordt uitgevoerd. Daar is de orderbewaking is ervoor om de zendingen in de gaten te houden, dat ze tijdig geleverd worden en daar waar nodig bijgestuurd worden. Natuurlijk hebben we ook nog een orderafhandeling. Die zorgt ervoor dat het einde van het transportproces zorgt ervoor dat de papieren ontvangen worden die als bewijsdocumenten verhandeld zijn. Die zorgt ervoor dat die gekoppeld worden aan het dossier en met daaraan worden ze weer teruggestuurd naar de klant als bewijs van ontvangst. Het is dus belangrijk dat alles op elkaar aansluit. Dat we zo efficiënt mogelijk met elkaar samenwerken met zo min mogelijk verspillingen. Belangrijk hier is ondersteuning waar dat nodig is. Onze mentorchauffeur Marco helpt je hier graag bij. De belangrijkste taak is het opleiden van nieuwe chauffeurs, het wegwijs maken van nieuwe chauffeurs. Daarnaast ben ik ook een aanspreekpunt. Daarnaast heb ik ook een coachende en ondersteunende rol binnen ons bedrijf. We houden ons heel veel bezig met de rijtijdenwet en het zuinig rijden, het brandstofverbruik van de wagens. Ja, daar halen we de accessen uit. Het belangrijkste voor mij in deze is dat mensen met veel plezier en onder alle omstandigheden met de juiste middelen hun werk kunnen uitvoeren met als gezamenlijk doel een tevreden klant voor Bakker Transport & Warehousing. Binnen Bakker hebben we meer dan 40 voertuigen die dagelijks onderweg zijn met verschillende producten van onze klanten. Een verantwoordelijke taak waarvan de chauffeur het visitekaartje van ons bedrijf is. Mijn naam is Dominique de Graaf. Ik ben al 10 jaar in dienst van Bakker Transport Heerenveen. Ik ben hier begonnen in een werkleertraject bij Bakker. Opleiding tot chauffeur en uitgegroeid tot chauffeur. Toen heb ik een auto in ontvangst mogen nemen waar ik 7 jaar met trots heb mogen rijden. En pas geleden de nieuwe in ontvangst heb mogen nemen. Mijn dag ziet er als volgt uit. Ik begin met een kleine check om de auto heen.
alle verlichting wel werkt, lading gezekerd is, de juiste papieren wel hebt, de juiste temperatuur is ingesteld, waar nodig is de temperatuur aan kan passen. Als ik begin te rijden en ik word gehinderd door een file of door wat anders, dan bel ik tijdig de planning op, zodat zij het kunnen doorcommuniceren met de klant voor een nieuw tijdslot, een nieuwe tijdsafspraak. Dagelijks vervoer ik vrachten binnen de Benelux, Noord- en West-Duitsland. Geen enkele dag is hetzelfde. Elke dag is weer wat anders. Het is net zo veranderlijk als transport. Uiteraard zit een ongeluk in een klein hoekje. Auke helpt hier graag verder mee. Auke kan je eventueel helpen met het afwikkelen van de schade. Maar Auke ondersteunt als facilitair medewerker voor heel veel zaken op verschillende afdelingen. De medewerkers van Bakker die kunnen bij mij terecht voor allerhande zaken. In eerste instantie de medewerkers van transport voor wagenparkbeheer, dus onderhoud, schades, keuringen, reparaties, als er wat kapot is gegaan, geven ze bij mij aan via de Bakker-app of ze komen hier binnen op kantoor. Ik noteer dat, vervolgens maak ik een afspraak, overleg met de planning bij de garage om de zaak weer te laten herstellen. Het veiligheidsbeleid bij Bakker houdt in dat ik een aantal keren per jaar een ronde doe door alle warehouses heen. En daarbij let ik dan op orde en netheid, veiligheid, risico's, fysieke belasting voor de medewerkers en dat soort zaken. Zoals je ziet is Bakker Transport en Warehousing een heel dynamisch bedrijf. We zijn een specialist in levensmiddelenlogistiek. We streven ernaar om elke dag de beste te zijn. Dit gaat ook om jou. Want om de specialist te zijn, kan je het alleen doen met de beste mensen. We wensen jullie namens de hele organisatie heel veel werkplezier bij Bakker Transport en Warehousing.